Fotografie in het aquarium. We hadden er gisteren reeds een video over. Vandaag bespreek ik jullie foto's. Zometeen. Hallo en welkom terug op het kanaal van Aquarium St. James Valley. Mijn naam is Dominic Maas. Gisteren had ik een video geüpload over fotografie in het aquarium. Ik wou aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden, jullie foto's, een aantal tips en tricks meegeven om zo goed mogelijke foto's te nemen van jouw aquarium. Het is een bijzonder lange video geworden. Dat is enkel en alleen dankzij het feit dat jullie massaal foto's hebben verstuurd. Ik ga dus niet te lang over dien praten. Ik ga jullie laten kijken naar de tips die ik geef over de foto's van de aquaria die ik binnenkreeg. Ik zou echter nog één ding willen zeggen, vergeet niet te abonneren en ga zeker en vast eens gaan kijken op de Patreon pagina. Via Patreon zal u nog veel meer informatie krijgen dan wat u hier op YouTube te zien krijgt. We hebben een hele lange video te gaan, dus we vliegen er direct in. Goed, voordat we beginnen met het bespreken van de foto's van de aquaria. Even kort dit. Het is absoluut niet de bedoeling om het aquarium op zich te gaan bespreken. Het is enkel en alleen de bedoeling om een aantal tips te kunnen geven om betere foto's te nemen van het aquarium. Ik ga er ineens voor de volledigheid bij gaan vertellen dat ik echt wel zal muggen ziften op enkele foto's, heel bewust, want ik ben van mening als de kleinste details boven gehaald worden, dat men er het snelst van al zal van leren. U zal telkens links bovenaan de gegevens zien staan van de foto, de technische gegevens dan vooral, als ook de naam van de persoon indien deze persoon ermee akkoord ging. Het is echter zo dat bij sommige foto's de technische details ontbreken, dus daar kan ik die uiteraard niet gaan plaatsen. We beginnen met dit foto van Dick van de Waddelen. De technische gegevens zijn een ISO-waarde van 64, een diafragma-opening van 2.4 en een belichtingstijd van 1 e van een seconde. De foto werd genomen met een iPad. Er werd in deze foto geen flits gebruikt. Als we nu gaan kijken naar de foto. Het allereerste wat ons opvalt is uiteraard de reflectie van... De kerstboom, waarschijnlijk in dit geval op het aquarium, maar eveneens ook van: ik vermoed ergens een raam of iets dergelijks. We zien ook dat deze groene planten meer dan overbelicht zijn, terwijl de bodem eigenlijk voldoende belicht is op enkele kleine plekjes na. Dit is dus een van de grootste uitdagingen binnen de fotografie van ons aquarium. Het is nagenoeg onmogelijk om bij belichting van bovenaf te gaan zorgen dat bovenaf het niet overbelicht is en onderaf het voldoende belicht is. Als we dan gaan kijken naar de vissen op zich, deze vuurnions in dit geval, dan zullen we zien dat die niet helemaal scherp zijn. Vermoedelijk omdat de iPad scherp gesteld heeft op deze middelste planten. Als we dan gaan kijken naar de diafragmawaarde die erbij staat en gaan terugdenken aan de vorige video over fotografie, dan zien we dat er een diafragmawaarde gebruikt geweest is van 2,4. Dit wil zeggen dat wij zeer weinig scherptediepte gaan hebben. Concreet dus in dit geval, er zal ergens één plek, en ik vermoed inderdaad dat het deze middelste plant is scherp staan en alles wat er een klein beetje voor of een klein beetje achter zit, zal niet meer zo scherp zijn. Maar anderzijds hebben we ook deze vuurneons en deze beweging natuurlijk. We kunnen ook duidelijk zien dat er beweging is bij deze neons en bij deze vissen. Hoe zouden we dit eventueel kunnen gaan oplossen? Ja, de reflectie is vrij eenvoudig om te gaan oplossen, zorgen dat er geen enkele verlichting is binnen de ruimte waarin uw aquarium staat. De scherptediepte zouden we kunnen gaan oplossen door een diafragmawaarde te nemen die hoger ligt dan de huidige. Dus bijvoorbeeld een diafragmawaarde van ik zeg maar iets 8. Nadeel daarvan zal zijn dat we minder belichting zullen hebben. Dus onze ISO-waarde zal moeten hoger genomen worden en ook onze belichtingstijd staat op 1,20, die zou ik persoonlijk naar 1,60 minstens brengen, maar ook deze zal er dus voor gaan zorgen dat er minder belichting is. Met andere woorden, in dit geval zouden we kunnen gaan kiezen voor een diafragmawaarde van bijvoorbeeld 8, een sluitertijd van bijvoorbeeld 1,60 en dan zal onze ISO-waarde omhoog gaan tot bijvoorbeeld ISO 400. Nadeel van ISO 400 is dan weer dat we ruis gaan hebben. Nu, die ruis kan in principe met een programma achteraf vrij eenvoudig verwijderd worden. Bewegingsontscherpte kan uiteraard niet verwijderd worden achteraf. De volgende foto is een foto genomen door Bart Breedveld. De mail die Bart mij stuurde, daarin stond een opmerking. Ik ga deze gewoon voorlezen, omdat ik vind dat deze zeer belangrijk is. Dit is ook een van de redenen waarom ik absoluut zijn zeewaterbak aan bod wil laten komen. Bart schrijft: Ik vind het moeilijkste om de echte kleurenpracht goed op de foto te krijgen. Het lijkt al goud te paarsblauw. En op de avondfoto komt er veel te weinig fluoriserend kleur naar boven. In het echt is het vele malen mooier. Nu goed, we gaan beginnen met de eerste foto van Bart. We kunnen inderdaad zien dat het allemaal redelijk paarsblauw kleurt. Dit is ook absoluut normaal bij een zeewaterbak, omdat we daar heel veel blauwe verlichting gaan steken. Wie aandachtig gekeken heeft naar het rode kader in de vorige video, heeft gemerkt dat ik een opmerking heb gemaakt over witbalans. Witbalans is eigenlijk wij die ons fototoestel gaan duidelijk maken wat nu precies wit is. Een fototoestel weet op zich wel wat wit is, maar weet niet welke belichting wij op ons onderwerp gaan zetten. Een zeewaterbak is hier een absoluut mooi voorbeeld van. We gaan namelijk redelijk blauwig licht zetten op ons aquarium. En daardoor gaat ons fototoestel eigenlijk volledig in de mist gaan. Je ziet nu dus de bak van Bart en ik heb achteraf een bewerking gedaan aan deze foto waar ik zelf het beeld eigenlijk bewerkt heb in die zin dat ik de witbalans volledig juist heb gezet. We zien een enorm verschil. Het linker aquarium is de onbewerkte versie, het rechter aquarium is de bewerkte versie. Dit is helaas wel gebeurd achteraf en dus geeft dit geen perfect correct beeld. Een goed correct perfect beeld moeten we gaan doen op het ogenblik dat we zelf de foto gaan nemen. We merken heel duidelijk dat in de ene foto er een compleet andere kleur te zien is dan in de andere foto. Maar helaas is het ook zo dat ik hier moeten kiezen heb voor een kunstmatige optie. Dus de kleuren zullen ongetwijfeld niet perfect zijn, maar het geeft een heel duidelijk beeld wat witbalans gaat doen met onze foto's en de kleuren van onze aquarium. Dus nogmaals, dit zal ongetwijfeld niet de correcte kleur zijn, maar achteraf is het voor mij onmogelijk om te gaan weten wat wel de correcte kleur is van zijn aquarium. We hebben dus eigenlijk gewoon gezegd aan ons fototoestel opgepast. Er zit volledig blauw licht op ons aquarium. Dit blauw licht moet je eruit gaan filteren en gaan vervangen door een natuurlijk licht. Wanneer we dit doen op het ogenblik dat we de foto zelf nemen, krijgen wij een 100% perfect beeld van wat nu precies de kleuren zijn van het aquarium. Ook de tweede foto heb ik op dezelfde manier bewerkt. Hier is het nog veel moeilijker omdat het een nachtverlichting betreft en het dus eigenlijk nagenoeg onmogelijk is om een correcte wetbalans te gaan vinden op een foto als deze waar er uitsluitend blauwe verlichting is. Nogmaals, dit kan wel perfect op het ogenblik dat je de foto zelf neemt. De volgende drie foto's zijn drie foto's van Kok Klaassen, een Patreon van mij. Dit is een foto die genomen geweest is zonder flits, met een LG. Helaas heb ik niet alle gegevens, het enige wat ik heb is de diafragmawaarde. Ook hier zien we iets typisch aan gsm-toestellen, een lage diafragmawaarde en dus eigenlijk een diafragmawaarde die ervoor zorgt dat we weinig scherpte diepte hebben. Nu, de vis is niet helemaal scherp, maar we kunnen dit gaan zien bijvoorbeeld door te gaan kijken naar de kopstreek, die is relatief scherp en als we dan kijken naar de staart is die compleet onscherp. Ik durf het niet met zekerheid zeggen, maar ik heb een redelijk groot vermoeden dat er een hoge ISO-waarde in deze foto aan het spelen was. Dit kunnen we duidelijk zien aan de ruis op deze plekken bijvoorbeeld. De tweede foto heeft dezelfde technische gegevens als de eerste foto. Ook hier weten we geen ISO-waarde en geen belichtingstijd. Eigenlijk heel spijtig, want hier is het overduidelijk dat de belichtingstijd veel te lang genomen geweest is. Dus wanneer we gaan kiezen voor een veel te lange sluitertijd, dan zien we dat er bewegingsonscherpte is bij bewegende vissen, of bij de minste beweging van het camera zelf. Ook de laatste foto van Cochlasens hebben wij enkel de diafragmawaarde. Ook hier kunnen we dus eigenlijk bijzonder weinig over zeggen, behalve dat wij hier een aantal vlekken hebben. Het is me niet helemaal duidelijk of het de reflectie op het raam is, of het dan wel vuil op de ramen is. Deze foto is voor de rest eigenlijk vrij goed. De volgende twee foto's zijn van Dennis Bogaarts. De metadata van deze foto zijn een ISO-waarde van 200, een diafragmawaarde van 1.7 en een belichtingstijd van 1.33 van een seconde, genomen met een Samsung-gsm-toestel zonder flits. Het viel mij onmiddellijk op en ik weet niet of het bewust is of niet van Dennis, maar de meetmodus voor de belichting is ingesteld op punt. Dit wil eigenlijk gaan zeggen dat je aan je fototoestel duidelijk maakt van hier moet je de belichting, op dit punt moet je de belichting gaan nemen. Meestal zorgt dit ervoor dat het een correcter beeld weergeeft van de belichting van het aquarium. Dus ik zou zeker en vast het advies geven om meetmodus op punt in te stellen. Wanneer we gaan kijken naar de foto zelf, valt er eigenlijk bijzonder weinig opmerking aan te geven. We zitten in het midden wel met een fellere belichting dan op de zijkanten, maar dit is uiteraard volstrekt normaal binnen het aquarium. Er is weinig bewegingsontscherpte, dit is dankzij de 1,33ste van een seconde. 160 e zou beter zijn. Hoewel we met een diafragmawaarde van 1,7 zitten, valt de scherptediepte redelijk goed mee. Dit is vermoedelijk doordat er een bepaalde afstand genomen geweest is om de foto te gaan nemen. Er is echter wel een rood bijvoorbeeld die behoorlijk veel bewegingsonscherpte geeft, en hier zien we ook een aantal vlekken, geen idee of het zweefvuil dan wel vuil op het raam is. Maar al bij al dus bijzonder weinig opmerkingen over deze foto. Misschien nog één dingetje, de witbalans is ook niet correct in dit geval. Over de technische details van deze tweede foto ga ik niet uitweiden, die zijn ongeveer dezelfde als de vorige foto van Dennis. Het enige wat ik over deze foto wil zeggen, is dat het overduidelijk is dat de ruimte volledig donker was wanneer hij een foto nam. Een tweede puntje is, de foto is genomen van op de zijkant. Dit geeft een compleet vertekend beeld van uw vissen weer. Dus ik zelf, alhoewel dit misschien een persoonlijke voorkeur is, ben eerlijk gezegd niet te vinden voor dit soort foto's. Dit omwille van de vervorming die we hebben van zowel de vissen als planten op deze foto. De volgende foto is er eentje van Dennis Lowers. Technische details, ISO 1250, diafragmawaarde van 1.8 en een belichtingstijd van 1 e van een seconde. Genomen met een HTC 10 gsm toestel. Als we kijken bij flats modus, krijg ik als opmerking geen flats, comma, verplicht flats. Met andere woorden, hier heeft het toestel aan dat er eigenlijk verplicht zou moeten een flats geweest zijn. Hij kan in ieder geval zeggen van ga dit AUB niet gaan volgen. Ga niet gaan zitten flitsen op uw aquarium. Maar goed, als we nu kijken naar de foto zelf. Ten eerste zien we een duidelijke overbelichting van iets wat vermoedelijk aan het drijven is. Het is niet uit de foto op te maken wat het precies is, net omdat hij zo keihard belicht geweest is. Ook hier werd de witbalans niet correct ingesteld En we zien uiteraard een hele duidelijke reflectie op het aquarium. Het kan leuk zijn als u heel bewust twee aquaria op één foto wilt gaan krijgen die in een totaal andere hoek liggen. Echter denk ik niet dat het in dit geval de bedoeling was. De volgende foto is alweer een foto van Dennis Lauwers. Hier zien we een ISO-waarde van 1531, diafragmawaarde van 1.8 en sluitertijd van 1 vierde van een seconde. Wat ons onmiddellijk opvalt is de hele hoge ISO-waarde en, en een vrij lange sluitertijd. Het resultaat hiervan is dat we eigenlijk een compleet overbelichte foto hebben. Dus in dit geval zou ik zeker en zeggen: gaat die iso-waarde lager nemen. Gaat die sluitertijd korter gaan zetten, zodanig dat we minder licht binnenkrijgen op de sensor. En bij gevolg ervoor kunnen zorgen dat we geen dergelijke overbelichting hebben. Tegelijkertijd gaan we minder ruis gaan krijgen en minder bewegingsonscherpte. De volgende foto van Dennis Lowers geeft een iso-waarde van 800, een sluitertijd van een halve seconde en een diafragmawaarde van 1,8. Ik denk dat ik het aan niemand moet vertellen dat deze foto superzwaar overbelicht is. We zien dus de flinke overbelichting hier, maar als we kijken naar de maanvissen zien we ook heel veel bewegingsonscherpte. Ook de planten zijn onscherp omdat er beweging is. Uiteraard zullen de planten hier niet bewogen hebben, maar zal Dennis zelf met zijn camera licht bewogen hebben en daardoor bewegingsonscherpte hebben gecreëerd. Deze foto zou ik zeker en vast een sluitertijd gaan nemen van 1 zestigste van een seconde minimaal. En dan afhankelijk van de belichting van de foto, uw iso-waarde proberen nog lager te gaan zetten. De volgende foto van Dennis Lowers ga ik niet in detail treden, omdat die dezelfde fenomenen vertoont dan de voorgaande foto's. Het enige wat ik hier wil zeggen, zorg dat er geen reflectie is op het aquarium. Dan hebben we nog één foto van Dennis Lowers. Hoewel deze al een pak beter is dan voorgaande foto's, zien we toch nog een sluitertijd van 1 dertiende van een de seconde en een iso-waarde van 1000. Helaas kan aan deze foto weinig veranderd worden. Men kan moeilijk de iso-waarde nog hoger gaan nemen om die sluitertijd iets minder te gaan hebben. Ook hier zien we duidelijk aan deze maanvis dat er bewegingsonscherpte is. Maar zoals gezegd, ik vrees dat we hier weinig kunnen aan veranderen. Dan hebben we nog een foto van gerdebijen. ISO-waarde 250, diafragmawaarde 2.2 en een sluitertijd van 1/33e van een seconde. We kunnen aan meerdere discussies zien dat zij bewegingsonscherpte hebben. Dit is te wijten aan de sluitertijd van 1/33e van een seconde. We zien vooral boven het aquarium heel veel reus optreden. Dus eigenlijk is in dit geval de ISO-waarde van 250 al veel te hoog genomen. Als we echter gaan kijken naar de sluitertijd, dan zou ik in dit geval zeker en vast gaan opteren om ISO-waarde van bijvoorbeeld 500 het dubbel gaan nemen, zodat we kunnen gaan naar een sluitertijd van 1/60 van een seconde. Nadeel daaraan zal zijn dat wij dus meer ruis gaan hebben, maar dit kunnen we opnieuw achteraf softwarematig heel vlotjes eruit gaan werken. We zien ook hier heel duidelijk dat deze Samsung-telefoon qua belichting in de mist gaat, simpelweg omdat hij een. Hele bleke ondergrond heeft, een hele bleke bodem van het aquarium heeft. Daardoor zal het toestel gaan denken dat er veel meer licht aanwezig is dan wat er effectief aanwezig is. In dit geval zou ik ook dus weer gaan zeggen: ga kiezen voor een meetmethode van belichting op een punt in plaats van een patroon. De tweede foto van de heeft geeft exact dezelfde technische parameters van de foto. Dus een ISO van 250, een sluitertijd van 1,33 en een diafragmawaarde van 2,2. Ook hier zitten we met de overbelichting door de bleke ondergrond. Dus ook hier zou ik weer zeggen: ga je belichtingsmodus gaan kiezen op een punt. Wat ik echter wel wil aanhalen in deze foto. Ik begrijp dat het kerst is, maar we zien heel duidelijk de kerstboom weer spiegelen in het aquarium. Ik hoop graag dat u iets had aan mijn tips. Ga dus gewoon uw fototoestel iets anders gaan instellen en ik ben er zeker van dat er mooiere foto's zullen tevoorschijn komen. De volgende foto is er eentje van Gregory van den Busse. ISO 400, sluitertijd van 1,33 van een seconde en een diafragmawaarde van 2. Ik heb de indruk dat er een iets of wat overbelichting zit in deze foto en dat is hoogstwaarschijnlijk te weten dankzij dit. Dit is een duidelijke foto waar een flits op staat. We zien ook aan de ogen van de vissen dat zij gefletst geweest zijn. En, en uiteraard heeft de poes ook voldoende licht in de ogen gekregen. Ik zie redelijk wat ruis, dus ik zou in deze foto ongetwijfeld gaan naar een sluitertijd van 1,60ste. En moest het dan nog overblecht zijn, zou ik zeker naar vast de iso-waarde naar beneden gaan halen. Deze foto werd genomen met een Huawei, dus alweer een GSM-toestel. Als we dan gaan kijken naar de tweede foto van Gregory, dan zien we al een totaal ander beeld. Er is weinig tot geen bewegingsontscherpte qua ruis valt het behoorlijk goed mee. We hebben geen flitslamp die storend werkt op ons aquarium. Het allerenige wat ik zou willen opmerken aan deze foto is dat er reflectie zit in het aquariumglas. De volgende foto is een foto van Jonathan Nases. Technische gegevens ISO 160, sluitertijd van 1,25e van een seconde en een diafragmawaarde van 1.9. We zien hier dat de foto licht overbelicht is. Vooral de planten en de bovenkant van de vis is een klein beetje overbelicht. Als we dit combineren met een sluitertijd van 1,25 en een ISO van 160, zou ik gaan opteren om in het vervolg gewoon een sluitertijd te gaan aanhouden van 1,60 minstens. Misschien zal het fototoestel dan wel zorgen dat de ISO-waarde iets hoger gaat, maar zoals al een paar keer gezegd is dit minder erg dan bewegingsonscherpte. Meer van deze foto ga ik niet zeggen, omdat we nog een aantal andere foto's hebben van Jonathan Nasens over dezelfde vissen waar het iets duidelijker wordt. Nemen we bijvoorbeeld deze foto. De details zijn hier ISO 200 en een sluitertijd van 1.33. We zien redelijk weinig ruis op deze foto, dus ook hier kon gekozen worden voor een sluitertijd van 1.60, alhoewel het hier niet absoluut noodzakelijk is, want we hebben geen bewegings- of geen of bijzonder weinig bewegingsontscherpte. Wat in deze foto vooral opvalt is dit vuil. Ik heb geen idee of het op het raam is of zweefvuil, maar het valt in ieder geval wel op. Dus ik zou zeggen Jonathan, de volgende keer eerst wat ramen poetsen voordat u gaat foto's nemen. De volgende foto van Jonathan Nasens geeft dezelfde opmerkingen als in de vorige foto's. Het enige wat hier nog extra kan gezegd worden, is namelijk dat het fototoestel op de verkeerde plek een focus heeft gelegd. Dus dit blad bijvoorbeeld is volledig scherp, terwijl de vis die ervoor hangt onscherp is. Dus vermoedelijk is er hier een fout gebeurd tegen scherpstelling, volledig vanuit het fototoestel zelf. We hadden daarnet al een foto genomen van op de zijkant en deze foto gaat eigenlijk perfect gaan bewijzen wat ik bedoel. Deze foto is zo schuin getrokken dat de vissen compleet vervormd zijn. Probeer dus zo recht mogelijk voor uw aquarium te gaan zitten wanneer u een foto wilt gaan nemen. Links hier in beeld zien we dat deze plant flink overbelicht is. We kunnen hier bijzonder weinig aan doen. Onze aquariumverlichting komt nu eenmaal van bovenaf, terwijl eigenlijk in fotografie... De belichting komt van alle kanten en vooral ook van vooraf. In dit geval zou het eventueel wel kunnen om te gaan zorgen voor een heleboel verlichting op de voorkant van het aquarium. Op deze manier zal dit gaan compenseren. Reflectie zullen we niet hebben, aangezien we een foto nemen vanuit een andere hoek. De volgende foto is er eentje van Kelly Dolleman. Misschien al direct opmerken dat dit een foto genomen geweest is met een Nikon fototoestel een D3200. Als we kijken naar de technische gegevens, dan merken we een ISO-waarde van 1600, een sluitertijd van 1/60 en een diafragma-waarde van 4,5. Het valt dus direct op dat een spiegelreflexcamera bijna automatisch naar de 1/60 van een seconde gaat. Ik weet niet of Kelly die bewust ingesteld heeft, maar meestal zal het spiegelreflex zoveel mogelijk proberen richting die 61ste te gaan. Bewegingsonscherpte gaan we hier dus zeker en vast niet hebben. Wat betreft deze foto kan ik een aantal dingen opnoemen die zeker en vast leerzaam zijn. We gaan in eerste instantie gaan opmerken dat het oog van deze ancestrus bijzonder scherp is, terwijl we merken dat de ster bijvoorbeeld onscherp is geworden. Dit komt door de diafragmawaarde van 4,5. We gaan dus een bepaalde scherptediepte gaan hebben in dit geval. Op zich vind ik het weinig storend omdat de kop van de Ancistrus heel scherp is. We merken natuurlijk wel op dat die ISO van 1600 heel aanwezig is, doordat er heel veel ruis op deze foto is. Een klein beetje fotobewerking en deze foto wordt een hele mooie foto. Op de volgende foto zien we een ISO-waarde van 1600 en een sluitertijd van 1 twintigste van een seconde. De diafragmawaarde is 7.1. Hoewel de diafragmawaarde vrij hoog is, hebben we hier toch een bepaalde scherptediepte. Zo zien we bijvoorbeeld dat het midden van de vis in dit geval scherp is, het oog is minder scherp en de staart is nog minder scherp. Dit is volledig te wijten aan de scherptediepte. Ondanks de sluitertijd van 1/2 van een seconde hebben we geen bewegingsonscherpte. Ook hier merken we dat er een aantal ofwel zwevende deeltjes ofwel deeltjes op het glas van het aquarium aanwezig zijn. Als ik kijk naar de top van de dorsaalvin. Dan heb ik een vermoeden dat de witbalans vrij correct gemeten geweest is door het fototoestel zelf, hoewel deze volledig automatisch werd bepaald. Kelly gebruikte in dit geval een belichtingsprogramma die prioriteit legt op de sluiter. Dus met andere woorden, zij heeft er bewust voor gekozen om haar toestel te gaan instellen om een bepaalde sluitertijd te gaan handhaven. Dit zijn dingen die u met een GSM-toestel enkel en alleen kunt doen wanneer u de juiste app gebruikt. De volgende foto van een kelly is er eentje van een maanvis. Een ISO 800, sluitertijd van 1/15e van een seconde en een diafragma van 5. De ISO van 800 kunnen we uiteraard ook hier perfect gaan zien, hoewel we dit zouden kunnen wegwerken met fotobewerkingssoftware. Ik vermoed dat Kelly hier vrij veel geluk had dat deze maanvis vrij stil hing, want met een sluitertijd van 1,15e vind ik deze foto bijzonder scherp. Ook hier is het duidelijk dat Kelly de focus gezet heeft op het oog. Het is heel belangrijk om altijd het oog, zowel van mensen als van dieren, te gaan scherpstellen. De rest is minder belangrijk. Normaal gezien had ik nu de foto's van Kevin Cato, maar die hou ik nog even voor straks. Ik had ze in het midden van mijn lijstje staan, maar ik ga ze houden voor het laatst. Dus straks de foto's van Kevin Cato. De volgende foto is er eentje van Menno Lagerwey. Met een iso-waarde van 200 kunnen we bijzonder weinig ruis merken in zijn foto. We zien echter dat de sluitertijd 1,25 van een seconde is. Op zich voor zijn garnalen valt het natuurlijk niet op, maar dan zien we één barbeeltje wegzwemmen en die is volledig onscherp omwille van bewegingsonscherpte. Ook merken we dat er veel te vinden is op het aquariumglas en op de filter van Menno Zijn Aquarium. Op deze foto, eveneens van Menno Lagerwei, zien we dat de ISO 50 is en de sluitertijd 1/30 van een seconde. We zien hier heel duidelijk dat er bewegingsonscherpte is op de neon-tetras. Als we dan gaan kijken bij een ISO van 50 en een sluitertijd van 1 derde, zou ik zeggen tegen Menno, neem alsjeblieft een ISO-waarde van 100 of zelfs 200 zodat die sluitertijd naar 1 60 of zelfs 1 honderdste kan gaan. Kardinalen kunnen vrij snel zwemmen. Wanneer je moest richting die sluitertijd gaan met een iets hogere ISO, dan zal je die ISO 100 weinig gaan merken, maar zal je zeker en vast gaan merken dat er geen bewegingsontscherpte meer is bij de Neon Tetras, omdat die sluitertijd wel correct genomen is. Deze foto van Sander Roze heeft een ISO-waarde van 1000, een sluitertijd van 1.25 en een diafragmawaarde van 2. Het eerste wat mij opvalt is dat we hier een bepaalde reflectie hebben. Ik vermoed zelfs dat ik ergens Sander zijn arm zie, en ook een deel van zijn t-shirt. Aangezien de vis niet scherp is, heb ik zo'n klein vermoeden dat het fototoestel gefocust heeft op het aquariumglas en niet in het aquarium, dus niet op de vis in dit geval. In deze foto kunnen we vooral bijzonder goed merken dat de ISO-waarde van 1000 enorm veel ruis bevat. Wat me wel opvalt is dat de hier vrij correct gekozen geweest is door zijn HTC. Het feit dat de vis zo onscherp is, is vermoedelijk omdat er een digitale zoom van 3,13 is op deze foto. Digitale zoom gaat altijd ten koste van fotokwaliteit. Optische zoom niet. Natuurlijk zijn er ook bijzonder weinig GSM-toestellen die werken met een optische zoom, en bijna allemaal met een digitale zoom. Probeer dus zo weinig mogelijk in te gaan zoomen met een gsm-toestel. Wanneer we echter naar deze foto van Sander gaan kijken, dan zien we een ISO-waarde van 640 en een sluitertijd van 1.25ste. Het valt ons direct op dat vooral in zwarte gedeeltes er veel minder ruis te vinden is op deze foto. Helaas op deze foto zien we dan weer de gevolgen van een te lange sluitertijd. Aan deze Blue Diamond kunnen we bewegingsonscherpte zien. Ook hier zitten we met vrij veel kwaliteitsverlies omwille van de digitale zoom van 2.56. Nogmaals, blijkbaar zijn toestel erin om een vrij correcte witbalans te gaan hanteren. Kijken we dan naar Sander, zijn beta-bakje, dan vallen ons verschillende dingen op. Een negatief puntje kan zijn deze kalkanslag op het raam. Maar het valt ons vooral op dat Sander in deze bak vrij veel belichting heeft. Dit kunnen we vooral gaan terugzien aan de ISO van 100. We merken dus dat de ISO-waarde in deze foto, dankzij de felle belichting, een pak lager is dan in de voorgaande foto's. En dit is ook heel duidelijk, zelfs in de zwarte delen te merken, er is bijzonder weinig ruis te vinden op deze foto. Kijken we dan echter naar een belichtingstijd van 1,33 van een seconde, dan zou ik eigenlijk in dit geval het advies geven aan Sander van ga daar gaan kiezen voor een sluitertijd van 1,60 en dus zijn ISO-waarde van 200. We zien ook dat alles behoorlijk scherp is en dit zal vermoedelijk te wijten zijn aan het feit dat deze foto niet werd ingezoomd met het gsm-toestel. Aquarium is moeilijk om te fotograferen en paludarium is nog een pak moeilijker om te gaan fotograferen. De technische gegevens zijn een ISO van 1250 en een sluitertijd van 1/12 van een seconde. Gelukkig zijn hier geen bewegende beelden op te vinden, anders zouden wij zeker en vast een bewegingsonscherpte hebben. Ook qua ruis vind ik deze foto eigenlijk behoorlijk goed meevallen. Wat mij echter opvalt in deze foto is dat het glas boven het water een pak vuiler lijkt dan onder het water. En dit klopt ook volledig. Door de breking van het licht in het water valt vuil een pak minder op. Boven het water valt het gewoon gigantisch goed op. Het is nagenoeg onmogelijk om dit op een mooie, deftige, correcte manier te gaan oplossen. Er zal altijd wel ergens veel te vinden zijn. We zien een stuk over belichting links in beeld, boven water. Dit is ook volstrekt normaal. Wil men voldoende licht gaan hebben in het water, dan heeft men boven water meestal te veel licht. De wetbalans vind ik persoonlijk vrij correct overkomen. Ook in deze foto werd er niet digitaal gezoomd. Op deze foto kunnen we van Sander duidelijk zien dat er vrij veel, ik vermoed luchtbelletjes aanwezig zijn op het oppervlak van zijn aquarium. Men kan dit niet altijd gaan vermijden. Wanneer je dit niet kan vermijden, ga gewoon een klein beetje hoger staan met uw fototoestel, zodanig dat u eigenlijk het wateroppervlak niet ziet. Waarom ik deze foto zeker en vast wil gaan tonen, is omwille van de wetbalans. Ik vermoed dat door het hout er hier vrij bruin of zelfs bijna Blackwater aanwezig is. En dit zal er natuurlijk voor gaan zorgen dat het fototoestel een compleet andere indruk geeft van wat is nu precies wit. Hier was het toestel ingesteld op een automatische witbalans. Het zou echter beter zijn om in dit soort gevallen de witbalans handmatig te gaan instellen. U ziet nu een foto waar de witbalans niet werd aangepast. En nu ziet u een foto waar ik zelf. In een fotobewerking geprobeerd heb een zo correct mogelijke wetbalans te gaan benaderen. U ziet nu de twee foto's naast elkaar en u kunt duidelijk merken dat er een groot verschil is in kleur, bijvoorbeeld bij de vissen. We hadden daarnet een foto van Ger de Bijen en ook zijn zoon Stefan de Bijen heeft een aantal foto's doorgestuurd. Nu had ik beloofd om geen reactie te geven op een aquarium, inrichting of een visbezetting. Echter moet ik toch eerlijk toegeven dat ik het hier wat lastig heb om niet te gaan spreken over vissen. Deze red kocht. Bijvoorbeeld vind ik fantastisch mooi. Maar goed, ik mocht en ik zou dus niet spreken over bezetting of over aquarium, dus ik zal mij proberen in toom te houden. Wat we dus op deze foto zien is bewegingsontscherpte, een veelgemaakte fout. Het valt ook onmiddellijk op dat er weinig over belichting te vinden is in, de, in deze foto. Alweer zitten we hier met een spotmeting van belichting. Dus nogmaals het advies: zet alstublieft die spotmeting of puntmeting van uw belichting aan. Met een ISO-waarde van 250 en een sluitertijd van 1/17e van een seconde is het ook perfect normaal dat er bewegingsontscherpte is. Ik vind deze foto nog heel goed meevallen van de ruis, dus in het vervolg zou ik eerder gaan richting een iets hogere ISO-waarde, zodat je dat de sluitertijd iets sneller kan gaan, en dan achteraf de ruis eigenlijk gaan wegwerken met een fotobewerkingsprogramma. De tweede foto echter van Stefan gaat over exact hetzelfde aquarium met exact dezelfde vissen. Er is echter één heel groot verschil. De bodem is bleek in dit geval. Dit zorgt ervoor, in combinatie met het feit dat de meetmodus voor de belichting niet meer op spot of punt staat, dat we met een foto zitten die behoorlijk overbelicht is. Ook de witbalans in deze is niet meer zo super correct, maar toch nog relatief correct. Met een ISO-waarde van 200 en een sluitertijd van 1 negentiende merken we een klein beetje bewegingsonscherpte. Ik zou in dit geval zeker en vast alweer de ISO-waarde wat hoger gaan nemen en de sluitertijd iets sneller gaan nemen. Uiteraard is de reflectie in deze foto bijzonder storen. Vooral deze reflectie hier in het midden gaat eigenlijk in de weg gaan staan om onze vissen duidelijk te gaan zien. Dus zorg er zeker en vast voor dat de ruimte waarin u zich bevindt volledig donker is wanneer u foto's gaat nemen. Indien u geen rolluiken of dergelijke geeft, kies er dan voor om foto's te nemen wanneer het al donker is buiten. Hier hebben we een foto van Stefan zijn aquarium wanneer de nachtverlichting er al is. Nachtverlichting is zoals u kunt zien zo goed als blauw. Het valt onmiddellijk op dat deze pigeon bijvoorbeeld niet meer wit is, maar fluo blauw van kleur. Dit is een perfect voorbeeld van hoe een fototoestel de mest in kan gaan, omwille van witbalans. Natuurlijk in deze zou het eigenlijk niet handig gaan zijn om een witbalans te gaan instellen, simpelweg omdat we dan die blauwe schijn niet hebben van de nachtverlichting. Dus hier is het zeker en vast begrijpelijk, en ik vind het persoonlijk ook zelfs niet storend. Dit is een foto van Tim Vriens. Helaas heb ik van al zijn foto's geen technische gegevens, dus ik moet enkel en alleen gaan op het beeld. Wat in deze foto beter kan, is ten eerste de scherpstelling. Die is momenteel op de kokosnoot en niet op de apisto. Maar vooral ook de reflectie kan bijzonder storend zijn. We hebben ten eerste de reflectie van het raam en ten tweede zien we het hout twee maal en zien we de kokosnoot twee maal. In een tweede foto die ik kreeg van Tim gaat het er echter al helemaal anders aan toe. Ten eerste hebben we bijzonder weinig bewegingsonscherpte, behalve deze discussie bovenaan. De witbalans lijkt mij correct want ik ga van de onderstelling uit het piepschuim die op de bodem ligt dat die ook effectief wit was en deze kleurt ook wit in dit geval. Ik heb een vermoeden dat Tim voor deze foto zijn filtering heeft afgelegd ofwel staat deze linker sprijbaar naar beneden gericht. Rechts merken we een heel klein beetje beweging. Had hier echter meer beweging op gezeten, dan konden we de golven gewoon op de bodem zien, wat zeker en vast niet altijd wenselijk is. Het kan ofwel ruis zijn ofwel zweefvuil, maar er zijn hier redelijk wat spikkels in het midden te zien, die niet per se storend zijn, maar het zou wel leuker zijn moesten die er niet zijn. Hier ging het fototoestel de mest in bij scherpstelling. Deze tak werd scherp gesteld, de twee vissen niet, en er is ook een klein beetje bewegingsonscherpte te zien. Hier zien we een kleine lichtbron die aanwezig was in de ruimte toen Tim een foto nam. Een foto waar weinig op aan te merken valt. Wetbalans ziet er correct uit, scherptediepte is ook correct, belichting is correct. Het enige wat we hier eventueel zouden kunnen zeggen is dat die paar druppels op het raam zouden kunnen storend zijn, alhoewel. Hoewel deze prachtige discus graag op de foto zou staan, heeft het fototoestel echter beslist om de reflectie te gaan scherpstellen en niet de discus zelf. Dus ook hier weer zorg dat er geen reflectie is, dan kan uw fototoestel simpelweg niet in de mist gaan. Het wordt inmiddels een heel lang lijstje, desalniettemin, we zijn er bijna. We hebben nog de foto's van Wouter Baars. Hoewel ik deze garnalenbak vrij leuk vind, gaat het daar helemaal niet om. Het gaat vandaag over het bespreken van de foto's op zich. Op de foto zien we ten eerste Wouter zelf, die met zijn gsm-toestel in de kerstperiode een foto neemt. Op zich is het geen drama, wanneer er echter dingen op de achtergrond zouden staan die de mensen liever niet hebben dat ze zichtbaar zijn, dan moet u echt wel oppassen met reflectie op uw aquariumglas. Hier zit de belichting vrij goed, ook kleurbalans ziet er correct uit, er is bijzonder weinig bewegingsonscherpte, dus het ziet er naar uit dat deze foto, ondanks zijn sluitertijd van 1 e van een seconde, goed gelukt is. Misschien het vervolg de ISO iets hoger gaan nemen zodat dat de sluitertijd nog iets korter kan. Alhoewel het in dit geval zeker en vast niet storend is. Ook hier zien we alweer Wouter zijn ramen. Bijzonder spijtig, want die redbacks konden zeker beter aan bod komen. Op foto 3 van Wouter echter zien we dat er geen reflectie te zien is op het aquarium. Met een sluitertijd van 1 honderdste van een seconde is het nagenoeg onmogelijk dat we bewegingsontscherpte zouden zien. En dit klopt ook in dit geval. De ISO-waarde van 800 is een klein beetje een spijtige zaak, omdat het ons wel wat ruis geeft. Dus met enige fotobewerking zou dit zeker en vast een superfoto zijn. De enige opmerking die ik hier eventueel zou willen gaan maken is probeer zoveel mogelijk op niveau van uw aquarium zelf een foto te gaan nemen. Nu is het zo wat van bovenaf en zien wij bijvoorbeeld de schitterende maanvissen aan het wateroppervlak hangen, we zien de vissen maar voor de helft. Maar verder dus zeker en vast een prima foto. Op deze foto dezelfde opmerking als daarnet. Maak kennis met Wouter, zijn gsm-toestel en de reflectie. Aangezien er in dit aquarium weinig beweging is, is het ook geen enkel probleem dat er gekozen wordt voor 1 zeventiende van een seconde. De ISO-waarde van 250 valt behoorlijk goed mee en we merken ook duidelijk dat er eigenlijk weinig ruis aanwezig is op deze foto. Deze foto van Wouter is een moeilijk geval. We hebben geen reflectie, wat dus een goede zaak is. Helaas hebben we een beetje bewegingsonscherpte. Dit zal ongetwijfeld komen door de sluitertijd van 1 17e van een seconde. Echter zitten we met een ISO van 200. In dit geval zou ik dus het advies geven, ga die ISO-waarde naar 4, 5, 600 gaan optrekken, zodanig dat die sluitertijd wat korter komt. Ga achteraf dan weer de ruis gaan reduceren in een fotobewerkingsprogramma, zodanig dat die ruis ook wat verdwijnt. Als je die twee dingen doet en dan nog het aquarium zou gaan uitknippen op maat, zodanig dat bijvoorbeeld die stoelen niet te zien zijn, een klein beetje rechter gaan zetten, want de foto staat iets wat scheef, dan ben ik ervan overtuigd dat er een prachtig foto als resultaat zou zijn. Dit is een aquarium van Yvette Compeer. Een ISO-waarde van 1000 en een sluitertijd van 1/17e van een seconde. Zoals we duidelijk merken, vooral hier boven en onder het aquarium, is er enorm veel ruis aanwezig op deze foto. Nu kunnen we onze ISO-waarde ook niet gaan verminderen, want we zitten al met een sluitertijd van 1/17e van een seconde. Stel dat we onze ISO naar 500 bijvoorbeeld zouden gaan trekken, dan zal het toestel automatisch ervoor gaan zorgen dat die sluitertijd nog langer wordt. Nadeel daarvan is dat er bewegingsontscherpte is, zowel bij de vissen, maar ook bij ons. Van de, minste beweging, dat het Van de minste beweging die we dan maken met ons fototoestel in onze hand, zullen we een volledige bewegingsontscherpte gaan krijgen. Het enige wat we hier zouden kunnen doen om al deze problemen te gaan oplossen, is ons toestel plat te gaan zetten, zodanig dat eigenlijk de foto in de breedte wordt genomen en dan een stuk dichter gaan staan bij het aquarium zodanig dat er minder wit aanwezig is op de ganse foto. Als er minder wit aanwezig is, zal uw fototoestel automatisch betere belichting gaan kiezen en de ISO-waarden en sluitetijden gaan aanpassen aan de hand van die belichting. En dan zijn we aangekomen bij Kevin Cato. Nu, waarom heb ik die bewust voor het laatste gehouden? Gezien mijn passie voor fotografie heb ik al heel geregeld met Kevin gesproken over fotografie, want dit is namelijk ook van hem een passie. Dus ik ga extra hard gaan zijn voor Kevin, zijn foto's er wordt verondersteld dat hij er iets meer van kent dan de meesten onder jullie, dus mag het er ook wel iets strenger aan toegaan. Desal niet te min. Op de foto van deze maanvis zien we een ISO van 400 en een belichtingstijd van 1 honderdste van een seconde, met andere woorden een hele snelle sleutertijd. Dit valt onmiddellijk ook op aan de vis, er is niet de minste bewegingsonscherpte. Op deze foto zou je dus eigenlijk weinig kunnen opmerken, behalve dan misschien dat het de diafragmawaarde van 2.8 een beetje ruimer mocht gekozen worden, zodanig dat de staart van de maanvis ook volledig scherp zou zijn geweest. Het enige wat eigenlijk op deze foto aan te merken valt, is dat de ramen, of vooral dan de krassen in de ramen, niet netjes gepoetst waren op voorhand. Deze foto is trouwens genomen met een Nikon D5000 spiegelreflexcamera. Deze foto van Kevin toont ons een iso-waarde van 400 en een sluitertijd van 1,6 van een seconde. Zijn diafragma staat op 3.2. Voor de duidelijkheid, deze twee witte strepen zijn vermoedelijk de borstsprieten van een andere maanvis en dus geen reflectie. Wat er mij in deze foto opvalt is dat de vis zijn staartaanleg wel helemaal scherp is, maar zijn ogen niet. Ik heb ook een donkerbruin vermoeden dat deze foto schuin genomen geweest is op het aquariumraam. Qua belichting zit hij correct en ook de witbalans lijkt mij vrij correct te zijn. Kevin heeft in deze foto gekozen voor een handmatig belichtingsprogramma waar hij 0,3 stappen onderbelicht heeft. Dit is ongetwijfeld Chinees voor de meeste mensen van jullie, maar het komt er eigenlijk concreet op neer dat Kevin er bewust voor gekozen heeft om deze foto iets donkerder te gaan fotograferen dan wat die in werkelijkheid was. Op deze foto zien we twee maanvissen die waarschijnlijk aan het baltsen of aan het vechten waren met elkaar. Het is sowieso zeker dat deze maanvis rechts onderaan aan het bewegen was op dit ogenblik, hoewel we geen bewegingsonscherpte zien. Dit is allemaal dankzij de sluitertijd van 16e van een seconde. Naar reus toe zien we een ISO van 400 staan, maar ik vind het al bij al wel heel goed meevallen vindt het dus zeker en vast een geslaagde foto, eventueel de diafragmawaarde iets ruimer gaan nemen zodanig dat de linker ook iets scherper wordt over, de ga over het ganse lichaam. Ook hier zit Kevin weer 0,3 stappen onder te belichten. De wetbalans stond hierop automatisch en ik heb een klein vermoeden dat die er een klein beetje naast zit. Niet veel, maar maar toch een klein beetje. Deze foto van Kevin toont ons een roodkopsalm. Zoals jullie allemaal ongetwijfeld weten, kan de roodkopsalm vrij snel zwemmen. Vrij snel zwemmen wil zeggen veel bewegingsonscherpte. Dit gezegd zijnde, er is een sluitertijd van 1 tachtigste van een seconde en we zien in de enige vis die scherp is gesteld dat er niet de minste bewegingsonscherpte is. Met andere woorden, hier zien we duidelijk dat een belichtingstijd van 1 tachtigste van een seconde ervoor zorgt dat een vis als het ware bevroren wordt op je foto. In deze foto zien we dan weer wel dat de iso-waarde van 400 iets of wat ruis teweeg brengt. Op zich is daar weinig aan te doen natuurlijk, hoewel hij hier ook weer kiest voor een 0,3 stap onder belichting van de foto. Dus misschien kan hij gaan naar een 0,3-stap overbelichting of zelfs een 0,5-stap overbelichting en op die manier een klein beetje zijn ISO-waarde lager gaan nemen. Ook hier kon eventueel gekozen worden voor 160 ste sluitertijd. Vermoedelijk was de foto dan nog steeds zonder bewegingsonscherpte en zou de ISO iets lager kunnen gehouden worden. Op deze foto valt bijzonder weinig aan te merken fototechnisch. Een ISO van 320, 80 ste sluitertijd, diafragma van 2,5. Weliswaar alweer met die vreemde 0,3 onderbelichtingstap, maar fototechnisch valt er weinig aan te merken. Het enige wat we natuurlijk hier weer hebben is dat de ramen een klein beetje veel zijn. Op deze foto zien we duidelijk dat het fototoestel gekozen heeft voor een correcte wetbalans. We zien een ISO-waarde van 400 en een belichtingstijd van 1,250ste van een seconde. Zelfs op 1,250ste zal de snelste vis als het ware bevroren worden op de foto. We zien een diafragmawaarde van 2. Tot mijn grote verbazing zie ik dat Kevin hier 1.3 stappen onderbelicht. Geen flauw idee waarvoor je je deed, dus ik kan er jullie ook niet op antwoorden. We zien dan wel weer een iso-waarde van 400 die hier duidelijk ruis weergeeft. Dus in dit geval zou ik gaan voorstellen om die onderbelichting niet te gaan doen, die iso-waarde omlaag te gaan trekken en dus noodzaal de belichtingtijd iets ruimer te gaan nemen. Wat mij ook nog opvalt is dat het midden van het lichaam van de vis volledig scherp is terwijl zijn oog dat niet is. Dus in deze foto als we echt gaan muggen ziften zou je kunnen zeggen een grotere die. Een groter diafragma, een iets tragere sluitertijd, een lagere ISO-waarde en zeker niet onderbelichten. De wetbalans van deze foto stond op handmatig. Dit wil zeggen dat Kevin er bewust voor gekozen heeft om te gaan duidelijk maken aan zijn fototoestel van kijk, dit is in dit geval een witte kleur. Resultaat daarvan is dat we de meest natuurlijke kleuren van deze vis zien. Deze foto heeft een ISO-waarde van 400, een sluitertijd van 1 tachtigste van een seconde en een diafragmawaarde van 2. Alweer 1.3 stappen onderbelicht. Een handmatige wetbalans en ik heb een vermoeden dat hij ten opzichte van de vorige foto zijn wetbalans niet heeft aangepast aan dit aquarium. Er is namelijk een hele duidelijke blauwe schijn op de ganse foto aanwezig. Op zich is deze foto perfect scherp. De ogen van de vis zijn scherp, de ganse vis is scherp. Er is geen bewegingsonscherpte. Dus het allereenige wat we hier eventueel zouden kunnen gaan zeggen is dat de ISO-waarde lager kon gemaakt worden door niet te gaan onderbelichten. Maar al bij al dus een prachtige foto. Zo, dat waren een heleboel foto's met een heleboel fouten die ik heb opgenoemd. Ik heb heel bewust zitten mijn gezichten, want er is namelijk op elke foto altijd wel iets aan te merken. Dit mijn gezichten had een doel. Ik ga namelijk in de volgende video heel concreet zeggen hoe u nu kunt ervoor zorgen dat u zo weinig mogelijk fouten maakt. We zien elkaar dan. Bedankt om te kijken. Prettige dag nog. Dag.